Goedemiddag en welkom bij Joerts. De deur van de poppen die in een wenning in Akrum stoorn is, bloot voor eerst een rietsel. Onderzoekers van het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag hebben de orde dagen het lichaam van het jellyrode famke onderzocht. Het onderzoek door het NFI is naar voren gekomen dat er geen doodsoorzaak is vast te stellen. En hoe kan dat dan? Wie er dan niks te zien? Nou, wij krijgen een uitgebreid rapport van de patholoog-anatoom die het lichaampje heeft onderzocht. Maar het gaat te ver en het is ook uit respect naar de nabestaanden dat wij daar verder niet inhoudelijk op ingaan. En de orders van de poppen die Céline Quatten troch regisseurs Jetveren, ze zijn op dit stuit nog net vertocht. Jo, het is begonnen met de oorlis van het dek van de nije Wellebregen. En met die bregen is het werk om de roemwij om wat zijn hinnen zo goed als kleer. Toch is het lijkt wel zwarg voor het extra verkeer op de nije dijk. 28 lissers komen er Joert en Moon oer het wetter. Een secuur putje omdat de bregen in een hoeken van 45 graden leidt. Twee oude bregen worden sloopt en daarmee kan het verkeer nog vlugger van snits via Wadzijn naar Balk. Wadzijn is vanzelfs wies met de Roemwij, maar er is zwarg oer extra verkeersdrokte. Alles komt hier langs vanuit Sneek, vanuit Spannenburg. En dat is nog wel een spannend vraagstuk. Waar sommige mensen in het dorp zich ook wel zorgen over maken, over hoe druk het op die rotonde gaat worden. Want we bedoelen natuurlijk niet dat we hier een verkeersknooppunt gaan krijgen. De Roemwij maakt van de winter kleerwijze. De politie op het Jereveen had vier Georgische dieven oppakt voor grootschalige winkeldiefstal. De buurt hier in Weerde van goed 1000 euro. De politie onderzoekt of de vier mooie deal uitmeidje van een bende die in het hele land actief is. Winkelier op het Jereveen ondernemen ten nij salesactie om dieverij zo volle mogelijk zin te gaan. Dit eerst wordt er in gearworking met de politie training doen aan middenstanders. Winkeldief gedraagt zich anders, die kijkt naar andere dingen. Die kijkt bijvoorbeeld omhoog, wat een klant nooit doet. Of die kijkt om zich heen, of die houdt het personeel in de gaten, dat soort zaken. En daaraan kun je herkennen dat je niet te maken hebt met een gewone klant. De Friese skiertsrochter Erwin Zijnstra is vreed bij een bijzondere wedstrijd. De Dongrieper is assistent skiertsrochter bij de finale van de Europese Supercup in Monaco. De voetbalwedstrijd gaat tussen FC Barcelona en FC Porto. Het wel werd fluiten toch de Nederlandse skiertsrochter Bjorn Kuipers. In Haas ben vanmiddag de Haaser Fiskerijdagen officieel begonnen. In het centrum en in de havens van de Friese Haardstad worden onder mij sneuwen weer tol van activiteiten georganiseerd. Naast muziekoptredens en viskbrouwerijen binnen direct een soort nautische activiteiten. Op de slotdijs zit op de kade in Haas een F-section. Zwere rijnbuien hebben we de fraaie PC in Weiden patten spelen. Het reinde zo hard dat de wedstrijd stil aan worden mast. Drie kwartier zitten de spelers aan de kant. Doelkoerder voorzichtig weer uiteindzet worden. De 34e Fralis PC begon met het afskeer van Afke Hielkema. Na al verkeerde PC woont te haven, stapt ze ermee. Ze levert definitief haar koningstitel in en volgt de wedstrijd van haar kant. Ja, maar het is wel leuk om het zo een keer te besjeien. Baant het 10-10? Op sommige punten wel, maar goed, dit is goed zo. En dan nog het waar. Joenen vannacht, dan klaart het op, maar in de wolkans op mist. Morgen geregeld te zinnen, maar in de rekbewolking. Bij 23 graden wordt het een warme dij. Nacht zit de kans op rijnbuien en mogelijk zit er ook tong erbij. En dan zag je het Friese Nijs. Meer op uw website en om zijn zoeren in een nijjoerd. Graag het dan.